De komende 10 dagen zijn wij in Oostenrijk. We zijn in de Tiroler Zugspitz Arena, wat bekend staat om zijn prachtige bergen en ontelbare wandelpaden. De komende 9 afleveringen lopen wij de mooiste routes van dit gebied. Ziet ze angst onder ogen. Vind het echt niet leuk. En Alette voelt zich één met de dieren. Ik ben een berggeit omhoog, maar ik wil naar beneden. Volg ons tijdens dit avontuur. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn nu bij de Grubikotte. Dat is ongeveer 2020 meter hoog. Ja. Toch? En we zijn met 2 kabelbaantjes hier naartoe gegaan. En we gaan zo meteen helemaal afdalen. We hebben een prachtig uitzicht gehad in het begin. Maar helaas, het is nu een beetje mistig. Maar als het goed is, gaat het zo allemaal wegtrekken. Nou, we hebben ook net lekker een kopje koffie gedaan. Lieve Hollandse serveerster achter de bar. Dus dat was wel grappig. En we hebben ook stempels gehaald. Want we hebben nog een stempelboekje waarbij we weer voor een ping kunnen gaan. We gaan een deel van de Adelaarsroute doen. 1000 meter moeten we eerst afdalen. En dan komen we uiteindelijk uit bij de Fernpas. Waar je heel veel meertjes hebt. We lopen de hele tijd over grindpad, zigzaggen naar beneden. Af en toe moeten we alleen uitwijken voor mountainbikers. Alette zat te hopen dat ze wat schaapjes om haar heen kreeg. Maar het is niet gelukt. Ze staan daar. Schaapjes! Ze komen! Hey poepies! Ja. De schaapjes hier zijn niet zo schuw als in Nederland. Ja! Ja! Ik denk dat ik nieuwe beste vrienden heb. Helemaal daarboven, daar, is het hoogste puntje van de Zugspitzen. Bijna 3000 meter. We zijn nu ongeveer 300 meter gedaald en we zitten nu, zoals je kan zien, op de boomgrens. Nou, daar word je toch gelukkig van. Hier vergeet je ook heel snel dat je moeie benen hebt bijvoorbeeld. Omdat je zo van de natuur aan het genieten bent. Als je deze route gaat lopen, moet je nog wel oppassen voor mountainbikers. Er komen af en toe een paar naar beneden scheuren. Maar ze geven gelukkig wel aan als er nog meer achter hun aankomen. Zodat je eventjes kan wachten. Thank you.
zelfs mountainbikers overheen. Bizar toch? Dan breek je toch je nek. Tot nu toe echt een prachtige route. We hebben nu eigenlijk voor 7 kilometer lang hebben we een mountainbike parcours ook gevolgd. Het is ook het parcours van de Adelaarsroute en van de Alpine Track, de E4. Nog een klein stukje, dan zijn we bij het meertje. Zo'n 1000 meter gedaald en het laatste stuk van de tocht is nog even klimmen. Ik vond het een mooie route. Veel steile stukjes naar beneden, wat eigenlijk best wel een beetje spannend was. Want er waren ook watervallen, dus sommige stenen waren ook al een beetje nat en veel grind. Maar het was wel heel avontuurlijk. We zijn nu bij de Zugspitzblick en het is wel duidelijk te zien waarom. Want daar is die, de Zugspitz. We lopen nu in het midden van de Fernpas. Het is een wereldberoemde pas, die verbindt eigenlijk Duitsland met het zuidelijke deel van Oostenrijk. Deze pas is heel erg beroemd onder de toeristen. Heel veel mensen nemen met de motor ook. Alleen wij gaan er lekker tussendoor lopen. Het is echt een prachtig stukje. Volgens mij lopen er echt niet zoveel mensen, want je ziet dat alles een beetje overgroeid is. Ja, we hebben er al een flink stuk op zitten, dus het is tijd voor een Cliff Bar. Heerlijk. Ik heb de chocolate chip. Welke heb jij? Crunchy peanut butter. Hoe smaakt die? Als crunchy peanut butter. Echt lekker. Oh. Voor je de energie naar binnen stromen. Nog een klein uurtje lopen en dan zijn we bij kasteel Fernstein. Dat is een kasteeltje aan een prachtig meer. Het laatste gedeelte dat we lopen gaat langs een mooie kloof. We lopen echt letterlijk langs de bergwand op houten vlonders. En we hebben uitzicht op de Fernsteinzee. En de Deen? Sammerangerzee. En de Sammerangerzee. Sammerangerzee. We zijn aan het einde gekomen van deze route. Kasteel Fernstein. Wat een prachtig kasteel is het. Boven zie je nog de oude wachttoren. Die is helaas nu een ruïne. Daaronder is nu ook een hotel waar je kan overnachten. Gelegen aan een prachtig meer en een watervalletje. We hebben voor een groot deel dus de Adelaarsroute gevolgd. Het is etappe 17 voor de geïnteresseerden. Heel verschillende soorten natuur. Echt begonnen op een berg en alleen maar afdalen door sprookjesachtige bossen. Met een mooi kasteel op het eind. Hij heeft geen moment verveeld deze route. Echt een aanrader. Mm.